En dan nu? Hallo kijkers. Als mensen dingen willen doen die ze beter niet moeten doen, dan wordt weleens waarschuwend gezegd dat ze het kind met het badwater aan het weggooien zijn. Maar ik ga het vandaag niet hebben over visieloze bestuurders met een struisvogelsyndroom. Henk Beerte is volgende week weer aan de beurt. Het zwembad in Nijmegen-Oost is van voor de oorlog. Het is gebouwd in 1937. Dat is aan vernieuwing toe en dus komt er een nieuw zwembad aan de Kwakkenbergweg. Na de Vierdaagse sluit het huidige zwembad de deuren. Maar wat moet je nou met al dat water? Daar hebben ze een oplossing voor bedacht die voor alle partijen gunstig uitpakt. U kunt bij de kassa een leeg flesje kopen voor 2 euro. Daarvan wordt 1 euro besteed aan een goed doel, genaamd WaterAid. Die bedenken praktische oplossingen om schoon water te regelen elders in de wereld. De andere euro is bedoeld voor de organisatie van een Zwembad Oost Festival in het weekend van 10 en 11 augustus. Dat is gratis toegankelijk voor 1 euro dus. Het flesje kunt u zelf naar het zwembad dragen en daar vullen met zwembadwater en dan hebt u weer een belangrijke aanwinst voor uw collectie zeldzame watertjes. Het zwembad is 25 meter lang, 12,5 meter breed en gemiddeld 1,75 meter diep. Dat is alles bij elkaar 546.875 liter water. Daar gaan ruim 2,5 miljoen flesjes uit. U hebt nog tot en met 19 juli de tijd om een flesje te kopen. Dat wordt een leuk feestje als dat zou lukken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Nee, het is niet om te drinken.